Sinds kort hebben we een nieuwe burgemeester in de gemeente Aalten. Wie is hij? Wat is de rol van de burgemeester? En hoe denkt de burgemeester, de nieuwe burgemeester van Aalten, die rol te gaan invullen? De gast bij dit programma van Politiek Café is Anton Stapelkamp. Dat is de nieuwe burgemeester in de gemeente Aalten. Welkom. Dank u zeer. Heel graag ontvangen wij u hier. Maar voordat we gaan vertellen van wat de burgemeester in een gemeente zoal kan doen, eerst even iets over dit programma zelf. Politiek Café is een nieuw programma. Wij gaan dat ook uitzenden via een YouTube-kanaal van Dinxper FM. U kunt dat later terugzoeken op Dinxperview. En als u toevallig deze uitzending gemist hebt, dan is dat altijd heel mooi meegenomen om daar nog eens naar te gaan kijken. Dus dat kan op elk moment. Welkom nogmaals, burgemeester Stapelkamp. In de plaatselijke media is dat al heel breed uitgemeten, hè, van wie is die nieuwe burgemeester. Maar ik wil er toch even kort bij stilstaan. Kunt u jezelf even voorstellen aan het publiek van Dinxper FM? En misschien ook iets over uw achtergronden vertellen. En waarschijnlijk zal ik daar ook wel het een en ander nog over vragen. Anton Stapelkamp, 56 jaar oud. Getrouwd alweer bijna 33 jaar met Cecile en drie kinderen. Twee schoonkinderen en een kleinkind, sinds kort. Geboren in Den Haag, 2 jaar gewoond, 2 jaar Utrecht, 45 jaar Rotterdam. En toen 7 jaar Zeeland en nu in de Achterhoek. Dus dat is het halve land doorgereisd ondertussen. Ik heb ooit rechten gestudeerd. Ik ben toen op de MEO publiek en privaatrecht gaan lesgeven. Ben in de deelgemeentelijke politiek in Rotterdam terechtgekomen. 5 jaar deelraadslid en 9 jaar deelraadswethouder. En toen weer heel even terug nog naar het onderwijs, weer een half jaar. Toen het Albeda College in Rotterdam, de hele grote ROC. Met bijna net zoveel cursisten als de gemeente Aalten aan inwoners heeft. Toen heb ik gesolliciteerd voor het burgemeesterschap in Zeeland, in Capelle. En met heel veel plezier en enthousiasme gedaan. En je weet dat je niet tot je 18 jaar in één gemeente, dat is wel heel erg lang. Dus na verloop van tijd begon ik al door wel eens na te denken van ja, wat dan? Wat ga je daarna nog eens doen en waar ga je dan heen? En toen was het voor mij wel duidelijk dat ik A, nog graag burgemeester wilde zijn en B, in een wat kleinere gemeente, niet al te groot. En C tot en met Z was dan toch wel op de eerste plaats de gemeente Aalten, omdat ik daar veel maar je bent dus gevoel. U bent dus begonnen in Capelle, een gemeente van 12.500 inwoners, had ik dat goed? Ja. Ja, Aalten is meer dan dubbel zo groot, hè? Ja, dubbele. Zit er nog heel veel verschillen tussen een gemeente als Capelle en de gemeente Aalten? De afstanden merk ik al. Afstanden sowieso. Maar dat zegt dus ook al iets. De afstand tussen Dinxperlo en Aalten is dus 10-11 kilometer. Ja. In Capelle bestond ook uit meerdere kernen, ook een samengevoegde gemeente, maar dat was maar 4 kilometer Capelle, Wemeldingen. En die afstand is niet alleen in kilometers, maar die zit ook tussen de oren, zeg maar, tussen de dorpen en bij de mensen. Het is een grotere organisatie. In Capelle hadden we iets van 60, 65 FTE, als ik het nog goed herinner. En hier zit je al gauw aan de 200 bijna. Ja. Aalten doet meer dingen nog in eigen beheer. Dat is wel duidelijk, merk je. Je leert ze niet zo allemaal kennen, hè? Die 200 man, dat is onmogelijk. Ja, kijk, die 65 van Capelle, met enige moeite was dat nog wel te doen. Nou, ik kan me dat al wel voorstellen in de tijd toen we hier als Dinxperlo een kleine gemeente waren. Eigenlijk nog kleiner als Capelle. Van 8.500 inwoners. Dus de organisatie is daar natuurlijk ontzettend veel kleiner. Maar dat zegt dus ook iets voor wat betreft de rol van die burgemeester. Daar gaan we het straks in het tweede blok over hebben. Maar ik was even nieuwsgierig hoe de ervaring was van u als burgemeester in Capelle. En dat even afgezet tegen de nieuwe rol die u nu hebt als burgemeester hier in Aalten. Nou ja, je ziet dus dat het een grotere organisatie is en op een aantal punten ook wel weer professioneler. Ja. Net weer wat meer menskracht en... ik merk ook dat ik erg enthousiast ontvangen ben. Hartelijk, warm.
Dus allerlei dingen gaan al tot nu toe allemaal erg soepel. Ik heb nog nauwelijks één tegenslag gekregen. Nee, maar ben je als burgemeester ook in een kleine gemeente als Capelle niet wat meer ook zelf met de materie bezig dan in de gemeente Aalten? Ja, ik moet hier af en toe realiseer ik me opeens van dan heb je iets gevraagd en dan is het al gebeurd. Terwijl, nog niet eens, wilde ik het nou wel zeker. Maar je merkt, als burgemeester heb je meer hulptroepen om je heen. Dat is... in Capelle deed ik heel veel dingen zelf. En we hadden één secretaresse voor het hele college. Ja. Ja, hier hebben vier dames, niet fulltime, maar goed, toch wel vier dames rondlopen. Dat is toch wel weer anders. En dat zie je bij communicatie. Lopen zo een aantal van dit soort dingen toch net even wat makkelijker. Het is allemaal wat grootschaliger. Dus wil je even snel wat? Ja, dat is makkelijker hier te regelen dan daar. Ja, het gevolg is dat je dus heel veel dingen zelf doet. Dat is ook helemaal niet leuk, niet erg. In zo'n kleine gemeente ben je meer een kleine zelfstandige, zeg maar. Soms een zelfstandige zonder personeel. En hier zo is het allemaal wat meer geregeld, merk je. Uw accent, dat komt echt uit Rotterdamse. Dat kun je echt heel goed horen. Ik zei je net al voordat we deze uitzending starten. Maar ergens heb je wel je roots hier in de gemeente Aalten, of in ieder geval in deze streek liggen. Daar hebt u ook in de plaatselijke media het een en ander van verteld. Maar wat trekt nou, zeg maar, die oude hoed kwestie, wat trekt dat om uiteindelijk dan toch van Capelle helemaal naar het oosten van het land te verhuizen? Heeft dat inderdaad met die roots te maken? Of is het gewoon, altijd een gewoon leukere gemeente in mijn carrièreperspectief, past dat natuurlijk ook wel? Ja, maar er zijn meer leukere gemeenten, dan. Dus een iets grotere dan Capelle. Dat is prima, maar met stip op 1, 2 en 3 stond voor mij toch wel de gemeente Aalten. Nee, maar ik had begrepen uit de pers, plaatselijke media, dat u echt hebt zitten wachten tot er een vacature in de gemeente Aalten was. Hè? Ja. Dus dat geeft wel iets van een drive aan dat je echt deze kant uit wil uiteindelijk. Ja, niet eens deze kant, deze plek. Ja, nou, deze plek. Ik had absoluut niet naar Oude IJsselstreek of naar Winterswijk gesolliciteerd, denk ik. Dat, aan de ene kant denk je, wat raar, je bent nog een rationeel verstandelijk mens en zo. Daar denk je toch nog een beetje logisch over na, maar... Ja, emotie, identiteit, waar hoor je bij? Dat is toch iets wat in ieder geval wat ik belangrijk vind. Maar dat kan heel goed samengaan natuurlijk. Hè? Ik heb de indruk dat in dit geval wel aardig samen is gekomen. Als je tegen een buitenstaander zegt van... ik heb naar gesolliciteerd bij een gemeente die twee keer zo groot is... zegt iedereen, logisch, je hebt het in een kleine tijd gedaan, redelijk succesvol. Dus een logische stap is dan naar wat groter. En of die dan anderhalf keer, twee keer of 2,5 of 3 keer zo groot is... mijn buurman in Goes, die ging van 35 naar 115 of zo, van Goes naar Ede. Dat is wel een hele grote stap. Ik heb een iets kleinere stap gezet dan. Dus dat is de logische kant, waar je inderdaad weer op een andere manier je kan ontwikkelen. Uh-huh. Maar de emotie en misschien ook nog wel een beetje de droom van mijn vader, die helaas 22 jaar geleden is overleden. Die had eigenlijk wel een burgemeester van een kleine gemeente willen worden. Dat liet hij nog wel eens een keer zo vallen. En dan volgde er altijd zo'n zinnetje achteraan. Zoiets als een gemeente als Aalten. Mm-hmm. Nou ja. Maar toch nog een beetje dicht bij de mensen was. Dat was in de tijd dat Aalten ook nog 15.000 mensen had of zoiets. Inwoners, 15 iets meer misschien. Dan is het allemaal wat groter geworden. Goed, nog redelijk overzichtelijk. Dat merk ik nu al. Het is wel een ons kent ons wereldje toch wel. En mensen weten ontzettend snel dingen van elkaar. Voortdurend kom je bekenden tegen. En mensen weten ook, je woont daar zo. Mensen weten gelijk waar je woont. Wie er naast je woont. Wie er hiervoor heeft gewoond. Wie het huis gekocht heeft. Alles weet men heel snel. Ik ga nog even naar je carrière toe. Je bent niet alleen docent geweest. In dit geval bij een ROC. Of in ieder geval wat daar vooraf ging. En burgemeester, maar je bent ook nog schrijver. Je hebt ook wat boekjes geschreven, heb ik. Vind ik schrijver dat ik dat geweest ben. Dat vind ik wel een heel groot woord. Maar, je schrijft nog. Ik vind schrijven, zelfs toespraken en zo, dat vind ik toch eigenlijk wel erg leuk. Met name het is ontstaan, dat helemaal bedacht had ik dat ook niet. Het is, maar voor een deel in het werk als docent, toen de ROC-vorming kwam... En,
er eigenlijk een hele nieuwe opleiding ontstond. Toen ben ik mijn lesmateriaal gaan maken, eerst voor mijn eigen leerlingen. Hebben daar dan meer vakken nodig? Ja, gezegd, goed, ook daar wel het schrijven als. Toch uiteindelijk heb ik een schoolboek voor het MBO geschreven. En ook dat ging erg vlot en leuk. En toen ben ik vanuit mijn deelgemeentelijke activiteiten ben ik in het lokale geschiedenis gedoken. Ja. En daar, half toevallig zijn daar een drietal boekjes inderdaad uit verschenen. Heel veel van geleerd. Eén was me daarbij opgevallen en dat heet Een gedenkteken en een naam. Dat gaat over de Joodse gemeenschap in Hilligersberg, geloof ik, en Schiphoek. Nu hebben we hier ook een Joodse gemeenschap gehad. Die is na de oorlog of tijdens de oorlog is die flink gereduceerd. Maar een prins waar we hier de tapijtfabriek voor hebben, dat is een hele bekende wat dat betreft. Dus dat leeft hier ook nog. Hebt u al met de Joodse gemeenschap hier in de gemeente contacten gehad? Ik ben al rondgeleid op de Joodse begraafplaats aan de Haartseweg in Aalten. Ik heb gisteren nog een van de bestuursleden van de stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge gesproken. Oké, is dat toevallig uw voorganger, een van uw voorgangers geweest? Nee, ja, die is geloof ik voorzitter. Die is voorzitter, De secretaris kwam. Oh, de secretaris, ja. Daar ga ik ongetwijfeld nog verder mee kennis maken. Ik heb van een raadslid ook nog een boek over de geschiedenis van Joods Aalten en zo. Ja, dat vind je behoorlijk wat. Ik ben alweer aardig op de hoogte. Ik weet dat ik nu elke dag langs de voormalige slagerij van een Joodse slager rij op weg van huis naar kantoor. Ja. Dus de plekjes gaan leven. Maar dat is wel een heel bijzonder boekje wat ik heb geschreven in de zin van. Het heeft bij veel mensen toen wat losgemaakt, want het was 70 jaar, zo'n beetje na de oorlog, iets minder. Dat daar voor het eerst aan dat onderwerp in Hilligersberg en Schiebroek, toch een gebied van dik 40.000 inwoners, voor het eerst eigenlijk aandacht was. We hebben iets van 249 Joodse slachtoffers, met name toenaam, kunnen herdenken en vinden. En gedenken daarmee. Het boekje is dus ook een gedenkteken en een naam voor deze mensen. Nee, maar goed, u bent dus begaan met het Joodse lot in der tijd en wat daar dan eventueel nog aan nakomt. Toevallig speelde er een kwestie, heb ik begrepen, in de gemeente Aalten. De synagoge, het huisje wat daarnaast staat, dat zou bestemd zijn voor de rabbijn. Nou is die bestemming daar afgehaald en er is een gerechtelijke procedure recent over geweest. Hè? Dus daar moet nog verder invulling aan gegeven worden. Is dat iets waar je al kennis van hebt kunnen nemen? Ja. Oh ja, ja, want dat speelt dan wel. Hè? Ik weet niet hoe ver het precies is, maar voor zover ik weet is er nu een oplossing gevonden. Wat al in de pers stond, dat er Salo van Gelder. Ja, dat hij tijdelijk. Hem zijn twee opties aangeboden. En voor zover ik weet heeft hij voor een van de twee gekozen. Ja. Dus, ik weet overigens wel dat hij. Is het geschil daarmee. Voor hem niet echt. Want dat is een huisje wat dan ingericht moet worden. En ja, als het alleen maar voor zijn leven bedoeld is, dan is dat voor hem niet te doen, heb ik ervan begrepen. Dus het is nog wel een kwestie wat speelt. Ondanks dat het misschien op papier opgelost is, maar er ligt nog wel een pijnpuntje. Misschien is dat iets wat u mee kunt nemen. Maar dat valt een beetje buiten het oog van deze uitzending. Het regelt dat, maar ja. Het lijkt erop dat we eruit zijn, hoor. Dus, ja, maar er ligt nog een moeilijkheid. Maar goed, misschien dat we in de afloop van deze uitzending nog even over kunnen praten met elkaar. Dan wil ik het, want we zijn eigenlijk een beetje over de tijd heen van het eerste blok. Hè, want we hebben maar een uurtje en daar zitten drie blokken in. Dus we stoppen even met dit blok. We maken een pauze met een klein muziekje. En daarna gaan we praten over de formele rol van de burgemeester. Ja. Van wat betekent dat nu? Een burgemeesterschap in een gemeente. Even terug naar de studio en we gaan muziekje draaien. U kijkt misschien achteraf, maar luistert in ieder geval op dit moment naar Politiek Café. Te gast is Anton Stapelkamp, burgemeester van de gemeente Aalten. En dit is het tweede blok en in het tweede blok gaan we heel specifiek praten over de rol van de burgemeester, de formele rol van de burgemeester in een gemeente. Meneer Stapelkamp. U bent docent geweest. Waarschijnlijk hebt u als docent ook heel vaak moeten vertellen wat een burgemeester in de gemeente precies voorstelt. Heel veel mensen denken dat de burgemeester de baas is in de gemeente. Hè? Dus als je vraagt van wie is de baas in de gemeente, dan krijg je dan heel vaak het antwoord de burgemeester. Het ligt iets genuanceerder, maar wat kunt u er zelf van vertellen? En dan praat ik even tegen u als docent. Hoe zou u onze luisteraars kunnen vertellen wat een burgemeester precies is in de gemeente?
Ja, het is, soms is het maar een oliemannetje of de procesbegeleider. Je bent niet zozeer van de inhoud van de politieke debatten, van het besluit. Je moet eigenlijk zorgen dat het hele politieke systeem goed draait. Je staat boven de partijen. Heel anders dan in Duitsland, waar gewoon de politieke leider zeg maar, van de grootste partij over het algemeen de burgemeester wordt. En dat zegt u nu, boven de partijen, maar uiteindelijk alle burgemeesters, of bijna alle burgemeesters, hebben ook een politieke kleur. Hè? Ja, maar die moet je dus toch, je moet als het ware een uniform aandoen. En daarom is het ook goed dat je als je in functie bent, zeker in de raad, dat je ook die keten omdraagt. Om even te laten zien, hier zit niet meer een mens van vlees en bloed met gewone ideeën en zijn eigen opvattingen. Nee, hier zit iemand, een gezagsdrager, een ambtsdrager, die zorgt dat het politieke spel op dat moment goed wordt gespeeld. Is dat niet een beetje gek, omdat die burgemeester toch uiteindelijk vaak gekozen wordt op zijn politieke kleur, hè? Nou, dat wordt steeds minder. Dat is denk ik, dat is bijna een uitzondering aan het worden, denk ik. Denk u? Ja. Ik ken een goede collega van mij, een van mijn oude buurmannen in Zeeland, zeg maar, een burgemeester. Mm-hmm. Die is van de SGP en die is burgemeester geworden in een gemeente waar geen eens de SGP mm-hmm. in de gemeenteraad zit. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk wel, maar ik weet dat bij de landelijke politieke partijen er altijd ook een bepaald lobbycircuit is. Waar zeg maar, in de eerste selectie van de kandidaten bij de commissaris toch gekeken wordt van ja, wat voor burgemeester is dat, wat voor kleur maar heeft dat die. Eigenlijk alleen maar bij het voorproces. Ja, maar dat goed, dan wordt wel de eerste selectie gemaakt. Ja, nee, dat, ik zal niet, maar dat 100% weten doe ik dat niet. Maar ik zal niet ontkennen dat bijvoorbeeld een commissaris van de Koning best wel eens een keer daar rekening mee kan houden. Mm-hmm. Maar alle commissarissen die kijken eerst, zijn het mensen die een beetje geschikt zijn en die een beetje passen. En uiteindelijk, de commissaris krijgt alle sollicitatiebrieven het eerste te lezen en ik heb er maar twee echte of drie meegemaakt. Meestal nodigen die er wel een groot deel van de sollicitanten uit. Mm-hmm. Heb je er 50, dan wordt het wat lastig. Dan zal die ook. Nee, maar goed, op het moment dat er zoveel zijn, kun je natuurlijk wel wat. Ja, dan zit er dus een zekere selectie. Ja. Maar geen enkele gemeenteraad zal accepteren dat die 15 man van één partij doet. Nee, dat is, Dan valt hij echt door de boot en of door de mand. En dan zal men ook, men krijgt ook vaak ook zelf de brieven te zien. En dus als er eentje door de commissaris niet aanbevolen wordt, mm-hmm. kunnen ze desondanks hem toch nog uitnodigen. Ja. En andersom, iemand die misschien wel heel erg gepusht wordt door een commissaris, dan kan de gemeenteraad zeggen, nou, dat zien wij niet zitten. Die, mm-hmm. die kennen we toevallig of iets dergelijks. Ja. Dus nee, dat. Oké, dus kwaliteit staat wel voorop. Maar goed, dat is ook wel logisch dat dat voorop staat. Uiteindelijk bepaalt de raad wie er komt. Nou ja, nu de ChristenUnie is ongeveer de kleinste partij in de gemeenteraad van. Ja, want u bent erover gestapt, heb ik begrepen ook, van CDA destijds naar het ChristenUnie. Ja, dus nou, daar zat dat niet. Nee, maar daar zie je dus dat politieke partij dus ook niet meer bepalend is. Nee, had er overigens, toch even nieuwsgierig, had dat toch een bepaalde reden of? Dat u overgestapt bent van het CDA? Ja, dat doe je niet zonder reden. Maar juist omdat ik ook een zekere neutraliteit en boven de partijen wil blijven staan, mm-hmm. heb ik daar toen ook heel terughoudend. Ik heb het zelf proberen in het vooronderzoekje wat we gedaan hebben. Voor dit interview. Hebben we weinig van kunnen vinden. Heb ik even. Maar het is toch weinig. Uw enige uitlating erover was van ja, we zijn wel uit elkaar gegroeid. Ja, nou, dat is maar dat kan op twee manieren uitgelegd worden. Ja. Ik ben er wat van afgegroeid. Of het CDA is uiteindelijk wat anders geworden dan dat het was toen ik me aanmeldde als lid voor het CDA. Ja, het kan zelfs nog allebei. Kan het alle twee in dit ja, geval? Het kan, ja, okay. Denk het wel. Maar je bent ook als burgemeester van iedereen. Natuurlijk, en je bent verbinder. Ja. En het lastige is natuurlijk ook van, daarom heb ik er toen expres heel weinig over gezegd. Want in wezen ga je je afscheiden terwijl je wil verbinden. Ja. Dus als je gaat vertellen waarom je niet meer bij Club A wil horen. Ja, dat is voor de mensen van Club A niet prettig. Dus ik ben er altijd zeer terughoudend in geweest. Ook omdat ik, nou ja, ook mijn privé persoonlijke opvattingen, die zijn niet helemaal geheim. Als je bekend staat als ChristenUnie, als ik u vraag van waar staat de ChristenUnie voor? Nou, dan kunt u best een paar dingen noemen. Mm-hmm. Ja, als ik mij daar bereid ben om daar een paar honderd euro contributie voor te betalen om er ook bij te horen, dan zal ik er wel een beetje achter staan. Ja. Dus ja, zo moeilijk is het ook niet te vinden. Denk maar ik heb begrepen dat u destijds al binnen het CDA ook in de wat conservatieve kant van het CDA zat. Was dat een goede vertaling? Of conservatief in de zin? Nee, misschien op de ethische onderwerpen wel. Ja, dat maar bedoel ik.
Ik zou de ChristenUnie ook geen conservatieve partij noemen. Ik zou eerder het CDA een conservatieve partij noemen, haast. Maar goed, dan gaan we weer op We hebben het eindelijk nu over de rol van de burgemeester. Ja. Laten we daar dan verder ook mee doorgaan. De rol in de functie als voorzitter van de gemeenteraad. Wat voor rol ziet u daar? Niet voor uzelf, maar voor de burgemeester algemeen. Bij ingevuld. Is dat iets die sturing moet geven aan de raad? Die bepaalde dingen moet bewaken dat ze goed gaan binnen de raad? Of wat voor soort invulling mag je van die burgemeester verwachten? Je mag verwachten dat hij dat staat ook in de wet omschreven, dat hij zorgt voor goede besluitvorming. Mm-hmm. Dat er ook participatie, inspraak en zo, dat soort zaken ook goed georganiseerd zijn. Daar heb je toch een beetje op te letten. Dat de raad ook op een goede manier met elkaar de discussie voert. Dus het debat op een goede manier stimuleren is denk ik als voorzitter van de vergadering ook zeker belangrijk. Beslist uiteindelijk de raad zelf hoe ze vergaderen en zo. Daar heb je wel invloed op, maar de medewerking van de raad moet er ook wel zijn. Ja. Nou is het vaak bij raden, gemeenteraden zo, en dat is niet alleen hier in Aalten, maar dat geldt voor bijna alle gemeentes. Dat nadat de raad aantreedt, ze hebben natuurlijk wel hun eigen programma's allemaal gehad, de verschillende fracties, hun eigen programma's. Maar als ze dan eenmaal functioneren binnen de raad, dan is het toch heel veel inrichtingverkeer vanuit het college wat er uiteindelijk in de raad besloten moet worden. Hè? Als ik het niet goed op die manier zie, dan moet je dat gelijk zeggen. Nee, dat is zeker de praktijk. Dat is een beetje de praktijk. Nou is eigenlijk mijn vraag aan u, die burgemeester, wat voor rol zou die daarin moeten hebben om toch te zorgen dat die raad wat meer uit de verf kwam, gewoon als baas, want daar hadden we het straks ook over, als baas van de gemeente. Hè? Ja, nee, ik denk dat je daar zeker een rol in hebt, ook door je ervaring en je onafhankelijke positie. Je bent natuurlijk ook nog lid van het college, dus je hebt best een zekere invloed daarop. Het is heel belangrijk dat de raad de goede rol kiest en de goede dingen doet. Ja. En je merkt in veel gemeenten raden dat nog best ingewikkeld vinden. Ja. De raad in Aalten begint nu, ik weet niet of u dat al meegekregen hebt, we kregen net een persberichtje door. Ja, nee, zeker. Dat de nieuwe raad met een raadsprogramma wil gaan werken. Ja. Hè? Ja. En dat is wat anders dan een coalitieprogramma. Kunt u overigens even uitleggen wat dat is? Een coalitieprogramma en een raadsprogramma voor de luisteraars, want dat is misschien niet altijd even duidelijk. Nou, een coalitieprogramma, coalitieakkoord is natuurlijk eigenlijk een beetje als in Den Haag. Ja, je gaat een beetje kijken met wie kan het beste samenwerken. Ja. En daarmee sluit je gelijk vanaf het eerste begin al allerlei partijen uit. Mm-hmm. Dan krijg je al heel gauw weerstand over en weer wij-zij, oppositie-coalitie. En dat heeft in Aalten de afgelopen jaren best wel geregeld gespeeld, heb ik begrepen. Ja. Ik heb ook achter de schermen daar ook zeker ook meegepraat over van hoe gaan we daarna de verkiezingen nou mee om. Oké, je hebt dus ook eigenlijk die rol voor die sturing van de raad al min of meer ingekleed. We zijn in totaal al drie keer met de lijsttrekkers, fractievoorzitters bij elkaar geweest. Okay. En mensen, hoe gaan we doen? Hoe gaan we zorgen dat we niet weer, zoals 4 jaar geleden toch, een aantal mensen met een vreselijk chagrijnig gevoel dat idee, periode beginnen gaan. Dat idee van dat raadsprogramma, komt dat uit uw koker dan? Als ik Heren wie Heren toekomt. De progressieve partij heeft dat als idee geopperd. Ja, ja. En dat is in januari een avond geweest. Mm-hmm. Eigenlijk in mijn allereerste week. Ik was geloof 2 dagen hier actief. Ja. En maar dan kunnen ze zich dan heel goed in vinden. Ja, ik heb dat ook toen omarmd. En ik heb ook serieus ook aangegeven waarom ik dat ook belangrijk vind in de Aaltense verhoudingen. Juist omdat er nogal wat oud zeer en irritaties was uit vorige periode. Is het heel goed om eens te kijken als raad, denk ik, om wat verbindt ons nou samen. En het mooie van zo'n raadsprogramma, hè, dat je samen als het ware de opdracht aan het nieuwe college meegeeft. Ja. En dus die rol van opdrachtgever, van baas, het zijn part-timers allemaal, de raadsleden doen het erbij. Dus het echte werk, het uitvoerende werk, dat moet ook echt bij het college liggen. Dat is ook de wettelijke taakverdeling. Ja. Maar dus de raad zet daarmee het college aan het werk. En het college moet dan ook zometeen, is de bedoeling, met een uitvoeringsprogramma komen. Hoe gaan wij dan de opdracht die we krijgen de komende 4 jaar uitvoeren met een planning en met budgetten? Dat kan je als raadslid ook nauwelijks overzien. Je kan niet plannen van hoeveel ambtenaren heb ik precies ter beschikking. Dat is allemaal veel te dat is dan lastig. Dat moet je eigenlijk van het college en van de ambtelijke organisatie daarna in een reactie vragen.
En dat komt weer terug in de raad. En dan stel je vast of het voldoet aan de opdracht. Maar het is wel heel erg afhankelijk van wat de raad dus nu gaat kiezen. Ja. Als sturingsoptie, zeg maar, ja. naar het college ja. toe. Ja, dit is ook een groot avontuur. Ja. Ik ben erg blij dat ze het gedaan hebben. Dat ze dat toch ook met z'n zeven een handtekening als vader ondergezet hebben. Maar we gaan het in dit programma heel goed volgen. Ik ga nog even, want ik kijk ook even naar de tijd. Ik ga nog even met u naar het college toe. Hè. U hebt het zo meteen al genoemd. Het college, het dagelijks bestuur. Zeg maar dus de uitvoerder van de gemeenteraad. Hoe ziet u uw rol? Of hoe ziet u de rol van de burgemeester in zijn algemeenheid binnen dat college? Zit daar een beetje dezelfde lijn in als wat u ook net een beetje aantipte voor wat betreft de gemeenteraad? Nou, in de raad gaat het natuurlijk vooral om het debat. En zorgen dat daar in de openbaarheid ook op een goede manier de argumenten gewisseld worden. Het college van BNW is officieel vergadert er altijd in beslotenheid. Er is maar één. Waarom is dat eigenlijk? Omdat er maar één college is en het college spreekt met één mond. En de raad spreekt met... En waarom vaak vergaat het college in beslotenheid? Nou ja, omdat je dus uiteindelijk tot een soort compromis komt. Maar dan is er maar één mening. Mm-hmm. Wethouders en ook de burgemeester mag niet een andere mening naar buiten brengen dan de ene mening. Want... Dat is eigenlijk niet transparant, hè? Ja, dat is niet, nee, er is maar één college. Kijk, en de raad is natuurlijk een veelvoud van opvattingen. Ja. Dus dat de raad met zeven tongen praat, dat is duidelijk. Maar... Ja. Als je een besluit neemt om wel of geen vergunning te geven of om een bepaalde bestemming aan een gebied te hebben, ja, dan moet daar ook helderheid over zijn. En of het dan met 3-2 of met 2-1 of met 5-0 of hoe dan ook is aangenomen. Je wil gewoon een duidelijk geluid naar buiten brengen. Wat nou ja, dat is het wettelijk systeem. Ja. Net als een minister, die wijkt ook niet uit van het standpunt van de ministerraad. Nou ja, dan moet je dus ook in de zekere beslotenheid, in openheid met elkaar kunnen discussiëren. Dan is het voor iedereen, iemand die eventueel een discussie verliest, is het ook niet erg. Dan, je bent loyaal met z'n allen, je spreekt met één mond. Maar dan is een zekere vertrouwelijkheid wel goed. Mm-hmm. En mijn taak is dus ook om te zorgen dat op een goede manier inhoudelijk met elkaar gediscussieerd wordt. Helder ook geconcludeerd wat we dan precies afspreken. Als er verschillende meningen zijn, kijken hoe we elkaar kunnen vinden. Een compromis kunnen bedenken en zo. Dat soort zaken. Dus... Het is een wat ander orgaan dan de raad. De raad, als er geen verschillen in de raad zouden zijn, dan zou het raar zijn. Dus daar moet ik de verschillen juist blootleggen. En het college is meer een eenheid. Ja. Dan moet je de verschillen intern uitspreken. Oké, dat is helder. In ieder geval, er moet een duidelijk geluid vanuit de gemeente, als het gaat om de uitvoering van die besluiten van de raad, een helder geluid naar buiten komen. En daar is dus ook die beslotenheid voor om die discussie die je binnen het college hebt niet... echt prominent naar voren te laten komen. Het is heel vervelend voor iemand die een vergunning met 3-2 geweigerd wordt. Ja, dat is inderdaad. Dan voelt het echt, dat voelt nog extra zuur. Ja, ja. Geeft misschien wel weer aanleiding om daar tegen in bezwaar te komen. Ja, maar goed, daar hebben we het vandaag even niet over. Ik nog één rol, want we zijn ook al voor dit blok weer over de tijd heen, maar we gaan even toch door. Nog één rol die je hebt, en we hadden het net over dat u niet echt de baas bent in de gemeente, dat het de gemeenteraad dat is, hè. Als het gaat om openbare orde en veiligheid, dan lijkt het er wel op dat u gewoon de baas bent. Hè? Nou, zelfs dan moet ik nog verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Maar mag ik wel op eigen gezag optreden, ook los van het college. Ja, maar je stuurt echt aan. Ja, nee, dus, maar dat is ook natuurlijk openbare orde. Dat is ook over het algemeen acuut, à la minuut. Ja. Dat moet je niet met z'n 21 doen. Nee. Denk maar, er is nu een chaotische demonstratie. Ja, dan moet ik nu optreden. Ik kan niet eerst de gemeenteraad bijeenroepen. Jongens, wat zullen we doen? Dan ga ik de ME inhuren of niet? Ja. Maar dat geeft wel een beetje de indruk van dat u toch de baas bent op dat vlak. Op dat terrein. Maar de burgemeester is ook dus officieel dus een zelfstandig bestuursorgaan. Los van het college van burgemeester en wethouders en los van de gemeenteraad. Ja. Als ik bepaalde maatregelen neem, dan moet de gemeenteraad die zelfs nog bekrachtigen achteraf. Noodverordeningen bijvoorbeeld. Kijk, maar dat zijn wel typische dingen die dan ook de pers halen. Hè? Ja. Dus daarom is het eigenlijk helemaal niet zo gek dat de mensen denken van die burgemeester is gewoon de baas. Nou, op dat terrein zeker. Ja. Sluiting van een drugskant. Ja. Dat die bevoegdheid geeft de wet aan de burgemeester. Mm-hmm. Nou, die beslist daar in zijn eentje over. Als de gemeenteraad het daar helemaal niet mee eens is, nou ja, dan moeten ze dat laten weten. Maar het is wel een wettelijke bevoegdheid die bij mij ligt. En de gemeenteraad kan het ook niet van mij overnemen, het college niet. Ik ben bevoegd. En dus dat geeft ook, de raad moet mij daar dus natuurlijk ook wel een zekere ruimte in geven. Ja, anders ga je door het systeem heen. Ja, maar dat doen ze ook wel, denk ik. Zoveel openbare orde en veiligheidsproblemen zijn ook weer niet in onze gemeente. Oké, we gaan dit blokje afronden. We pauzeren weer even met een kort muziekje. En dan gaan we even kijken naar hoe u in die rol zit. En wat uw visie is op het bestuur van de gemeente Aalten. En met name vanuit uw positie. Terug even naar de studio.
U kijkt naar het derde blok van Politiek Café. Onze gast is Anton Stapelkamp, burgemeester van de gemeente Aalten. In de eerste twee blokken zijn we even ingegaan op de achtergrond van meneer Stapelkamp. En we hebben gekeken naar de positie van de burgemeester in de gemeente, in zijn algemeenheid. En in de derde blok gaan we even met de burgemeester praten over hoe hij denkt die rol van die burgemeester in de gemeente Aalten de komende tijd te gaan invullen. Nou, we hadden het al even over uw rol als voorzitter van de gemeenteraad. U hebt aangegeven dat de positie van de burgemeester eigenlijk op gericht is om in ieder geval te zorgen dat die discussies binnen de raad ook allemaal in goede banen worden geleid. Heel bijzonder is, en dat is nieuw op dit moment, en vers van de pers, is dat de raad gaat werken met een raadsprogramma. Dat hebben we in het tweede blok uitgelegd wat dat precies voorstelt. Maar dat betekent dus dat die raad wat meer invloed wil gaan uitoefenen op het bestuur zelf. Juicht u dat toe? Gewoon vanuit uw ideeën van hoe die burgemeester zou moeten functioneren ook in de raad? Of ziet u dat toch misschien als een bedreiging? Nee, ik denk dat het zeker in de huidige situatie een goede zaak is. Ik ben wel het zogenaamde dualisme, hè, wat in 2002 is ingevoerd, waar de gemeenteraad en college veel meer los van elkaar staan. En waar dus veel duidelijker die opdrachtgeversrol van de raad is vastgelegd. Nou, ik heb het gevoel, voorzichtig, na een paar maanden, dat hier best wel wat versterking kan. Dat de gemeenteraad toch voor een groot deel wel reageert op waar het college mee komt, in plaats van dat het college doet, opdrachten uitvoert. Daar zit ook wel een beetje bij dat ik heb het gevoel dat de raad soms wel erg veel zich met de zaken die des colleges zijn bemoeid. Het lastig vindt om dat ook te accepteren en het college daar ook ruimte te geven. Misschien ook wel omdat er wat minder opdrachten op hoofdlijnen gegeven worden. Ja, en dan is die uitvoering, die kan nog alle kanten op. En daar wil je als raad dan ook weer mee bemoeien. Ja. Dus met andere woorden, het systeem kan nog wel duidelijker, ja. Inderdaad. De rolverdeling tussen raad en college, die kan denk ik best wat sterker nog eens doordacht worden. En misschien moet je ook met elkaar eens goed nadenken van zoals er nu vergaderd wordt. Maakt dat ook mogelijk dat je op de goede manier de besluiten neemt. Dus, ja. Maar het hangt natuurlijk heel sterk af wat die raad uiteindelijk wil. Hè? Ja. Hebt u de indruk dat de nieuwe raad van de gemeente Aalten, die dat dus nu met elkaar, tenminste de fractie met elkaar hebben afgesproken, dat die in staat zullen zijn om die heldere boodschap straks aan het college te verstrekken en daar dus ook de juiste kaders aan mee te geven van zo willen we het eigenlijk hebben en zo moet u het gaan doen. Is dat iets waarvan u denkt van nou dat krijgen ze best wel voor elkaar? Of is dat toch iets waar ze ondersteuning voor nodig hebben, denkt u? Nou, dat laatste, daar hebben ze al toe besloten dat ze dat gaan doen. Maar besluiten en doen zijn twee verschillende dingen. Ik weet dat er een aantal adviseurs benaderd worden en dat die binnenkort ook gesprek met de fractievoorzitters gaan hebben. En dan kiezen ze een van die personen waar ze dan het meeste vertrouwen in hebben dat hij dat het beste kan doen. Want het is best, het is helemaal nieuw. En dat is, er zijn ook een aantal nieuwe fractievoorzitters. Dus dat is niet, dat is wat anders dan, ik zou maar zeggen, een nieuw Sinterklaasgedicht maken. Nou ja. Alleen het probleem dat is doe je thuis wel even. Maar het probleem is natuurlijk wel dat als de raad iets wil, dat wil nog niet zeggen dat het kan. Hè? Want alles wat je doet, dat kost nog eenmaal geld. En dat geldt zeker in de gemeente Aalten ook. Middelen liggen meestal niet voor het oprapen. Dus het is heel sterk afhankelijk of het allemaal betaalbaar is wat de raad zou willen. Ja, daarom is dus ook een opdracht op hoofdlijnen waarbij ook het college dan de opdracht krijgt om dat in een aantal werkbare teksten te verwerken. Ja, maar dan zegt hij op een gegeven moment als college, ja, dat kunnen jullie wel willen, maar dat kan gewoon niet. Punt. Nou, als dat echt zo kan, dan is dat zo. Maar dan zou je dat wel A, hard moeten maken. En B, is dat altijd nog aan de raad om daar dan wel of niet mee akkoord te gaan. Het zal wel kiezen zijn. Kijk, je kan niet alles tegelijk doen. Ik kan ook niet 17 keer per jaar op vakantie. Vind ik erg leuk. Ik zal toch moeten kiezen. Ga ik naar A of ga ik naar B? Kan niet allebei tegelijk. Dus je kan wel meer willen. Nou, dan zou je ook meer geld moeten beschikbaar stellen. Want dat heeft natuurlijk heel vaak ook met geld te maken. Maar dat geld moet ergens vandaan komen natuurlijk. Ja, je kunt wel geld beschikbaar stellen, maar als je het niet hebt, dan houdt dat op. Als de raad een miljoen nodig heeft, kan je ook natuurlijk voor een miljoen de belasting omhoog doen. Ja, dat is een lastige boodschap. Maar als je echt belangrijk vindt dat je een miljoen uit gaat geven, ja, dan doe je dat. Of je gaat een miljoen ergens anders bezuinigen. Ja. Staat niet in de programma's. Ja, één partij, progressieve partij, heeft daar wel iets van gezegd. Die wil de belasting wat optrekken.
om wat meer dingen te kunnen doen. Nou ja. Maar andere partijen hebben allemaal gezegd van nou, dat willen goed. Wij eigenlijk niet. Hè? Je kan ook bezuinigen op dingen, je hoeft niet meer belasting. Je kan ook bezuinigen op bepaalde dingen, bepaalde taken niet meer uit te voeren. Ja, daar zijn tal van mogelijkheden. Maar dat is voor een gemiddeld raadslid is dat natuurlijk vreselijk ingewikkeld. Hè? Omdat ze de informatie vaak niet hebben. Van waar kunnen we het geld vandaan halen? Dus daar is toch een stuk ondersteuning bij nodig, denkt u? En ziet u voor uzelf ook een rol weggelegd om vanuit de ambtelijke dienst, waar wel vaak die expertise zit, om daar op een goede manier mee om te gaan. Denkt u dat u die rol kunt oppakken om de juiste informatie uit die ambtelijke dienst bij die raad te krijgen? Want dat is vaak zeker ook een probleem bij gemeentes. Ja, hoor. Maar ook van wat er allemaal nog vanuit landelijk beleid en zo op ons afkomt. Maar dat gaat eerst allemaal door die ambtelijke molen, hè? Ja, maar even op hoofdlijnen van waar ze mee rekening moeten houden voor de komende 4 jaar. Ik heb een maand geleden of 2 maanden geleden al gevraagd aan de ambtelijke organisatie. Zetten jullie eens op een rijtje wat voor de nieuwe raad, wat er op ze afkomt de komende tijd. Dus een soort overdrachtsdossier, zeg maar. Nou, dat is deze week ongeveer klaar. Dus als ze volgende week met de feitelijke gesprekken rond dat raadsprogramma gaan beginnen, ligt dat er kant en klaar zometeen. En ongetwijfeld als ze behoefte hebben aan ondersteuning van de ambtelijke organisatie, dan zal die beschikbaar zijn. Nou, we gaan zo'n procesbegeleider ook aanstellen daarvoor. Dus het zal ongetwijfeld wennen zijn en het zal geen 10 gelijk zijn. Maar met name het belangrijke, nee, goed, die het twee is dingen, die zijn heel belangrijk. De opdrachtgeversrol die gaat nu gelijk goed ingevuld worden. Het zal ook niet perfect gaan, maar dat is wel een forse stap die men hier daarmee zet. En het vooral zoeken wat men verbindt in plaats van wat men scheidt. Dus op een heleboel onderwerpen zijn de verschillen niet eens zo heel groot. Er zijn heel veel onderwerpen waar besluiten over genomen worden vrijwel unaniem in de raad. Ja, dan kan je wel heel erg krampachtig gaan doen. Wij zijn oppositie en dus stemmen we tegen of dat soort zaken. En dat gebeurt soms door de slechte verhoudingen die er geweest zijn. Nou, daar proberen we nu vanaf te komen. En dat is ook een beetje mijn rol, het verbinden van mensen die met elkaar samen door een deur moeten. Ook al hebben ze misschien wat minder gezamenlijk. Ja. Nou, ik denk dat het best wel ingewikkeld wordt voor die gemeenteraad om inderdaad zeg maar die hoofdlijnen voor u uit te zetten. Het is een avontuur, maar uiteindelijk krijgt u een pakketje aan opdrachten op het bord, waar u dan vervolgens mee aan de slag moet. Hè? Ja. En als dat een hele brei is van al die verschillende fracties die allemaal verschillende dingen willen, en waar ze dan misschien wel ergens een of andere gemeenschappelijke leden uitgehaald hebben, dan zijn dat over het algemeen denk ik toch wel dingen. Of kijkt u er anders tegenaan die heel veel geld gaan kosten? Nou, dat hoeft niet. Even simpel voorbeeld denk ik. Of ja, in de uitvoering niet, maar wel zo duidelijk nu. Alle partijen hebben bijna iets over duurzaamheid en over klimaat. Dat kost ook geld, hè? Ja, maar goed. Daar hoef je als raad nog niet gelijk te zeggen, nou, ik wil daar 1,324 miljoen uitgeven en we gaan dit allemaal concreet doen. Want ja, hoe goed is dat dan doordacht? Dat zijn dan wat ideeën die je dan oppert, maar het is de vraag of dat allemaal praktisch uitvoerbaar is. Geef je de opdracht, wij vinden duurzaamheid heel belangrijk. Wij willen dat college binnen een half jaar of een jaar, wat je ook wil, dat ze met een goed plan komen en er moet aan die eisen voldoen. En zegt u maar wat u dan gaat doen om aan een aantal doelen te voldoen. Een aantal doelen te bereiken. En dan kan je over dat rapport waar de college dan mee komt, kan je dan nog debat over voeren. En dan zeggen we, nou, wil toch nog een tandje erbij of wel of geen windmolens. Nou, dan zal misschien het college komen met wel windmolens. En als de raad vindt van niet, nou dan niet. En andersom maar ook. U hebt nou, want dat hebt u in het begin aangegeven, u hebt al bij die gesprekken gezeten waarin uiteindelijk dat besluit van de nieuwe raad naar voren komt, in ieder geval de raadsfracties naar voren komt van we willen met een raadsprogramma aan de slag. Hebt u al een heel beetje de indruk welke kant dat op gaat? Wat nou de aandachtspunten zijn? Die heel... We hebben het niet over de inhoud nog gehad, want daar ben ik ook niet van. Dus, maar als ze praten over raadsprogramma, en dan kan ik me hartstikke voorstellen dat ze daar niet al bepaalde ideeën in gelanceerd hebben. Duurzaamheid sluit zichzelf aan. Dat is het enige wel eens een keer genoemd, omdat iedereen het daar gelijk mee eens was. Ja, ja. Maar zonder over teksten of wat er dan precies in moet staan, zeg maar, over te praten. Maar vooral... Nee, want het is een hele grote stap. Het is, normaal gesproken gaat de grootste partij in zijn eentje bepalen met wie die gaat, gaat verkeren de komende jaren. En dat voelt voor de anderen vaak toch wat ongemakkelijk. Zo wordt het nu dus eerst over de inhoud en niet zozeer over de poppetjes of over de macht gesproken. Hier gaat het toch vooral over de inhoud. Wat willen we nou voor de gemeente bereiken? Al die mensen hier in Dinxperlo, in Bredevoort, noem maar op.
En pas dan gaat de coalitie gevormd worden. En ja, het is niet zo heel ingewikkeld om te bedenken dat daar waarschijnlijk wel wat mensen van de grote partijen in zitten. Ja. Als dat programma er komt, hè, want dat ligt dan nu toch wel voor de hand dat ze daar uiteindelijk met een verhaal komen, wat het dan uiteindelijk ook wordt. Wordt u er nog in geraadpleegd? Want dat moet geloof ik eigenlijk wel. Hè? Ja, de gemeentewet die zegt dat de burgemeester aan het eind van de formatie in ieder geval even de tijd moet krijgen om even wat commentaar te geven. Maar hoe zit dat nu met dat raadsprogramma? Want dat heeft de gemeentewetgever eigenlijk nooit zo bedacht dat het op die manier zou gaan gebeuren. Hè? Nou, ik denk dat daar het ook hetzelfde voor gaat. En, u krijgt dat programma en dan mag u er wat voor zeggen. En, ja, en zij bepalen zo, dan of ze er wat mee doen. We hebben dat niet zo heel gedetailleerd afgesproken, maar nou ja, met name wat er bijvoorbeeld rond openbare orde en veiligheid over in komt, of veiligheid in brede zin, ja, dan is het niet zo gek om daar wat dingen over te zeggen en dat even met mij af te stemmen. Van, is dit nou verantwoord? Is dit nou logisch? Ja. Hoe werkt dit? Misschien dat ik ook wel met die procesbegeleider een keer contact heb. Dat hij natuurlijk ook mijn mening vraagt. Dat heb ik ook in Capelle heb ik wel eens met een aantal keren met de informateur gesproken. Nou ja, dat is natuurlijk ook van, nou ja, hoe kijk jij er tegenaan? Die zal, als het een buitenstaander is, zal hij toch graag wat informatie van binnenuit willen krijgen. Dus nee, daar maak ik me geen zorgen over. Oké, nou dan gaan we er even vanuit dat het een mooi verhaal wordt, wat uiteindelijk de raad gaat presenteren. Complimenten bij u. Voor de fractievoorzitters dat ze het gedaan hebben. Het is toch een sprong in het diepe. Ja, nee, maar ik vind ook de raad komt daar uiteindelijk beter mee uit de verf als ze het goed doen. Maar dat moeten we dus nog maar even afwachten. Maar we gaan dat echt vanuit dit programma ook monitoren. Hè, van hoe gaan ze dat invullen. En we proberen in ieder geval met regelmaat ook mensen uit de raad hier aan tafel te krijgen daarvoor. Maar goed, stel er komt een programma waar uiteindelijk dan iets mee gedaan kan worden. Dan komt dat uiteindelijk dus ook in het college terecht. Want al die dingen die dan door de raad ingebracht worden, moeten dan wel een keer uitgevoerd worden. Dus daar komt toch uw rol als burgemeester in dat college weer aan bod. Daar vindt vaak dus ook heel veel informatieuitwisseling over plaats. Hè? Tussen de raad, het college en misschien dus ook, of misschien zeker wel die ambtelijke organisatie. Hoe gaat u die rol invullen? Want de manier van werken is dus anders. Hoe denkt u dat u dat ook gaat plooien binnen die ambtelijke organisatie die ook eigenlijk met een nieuwe manier moet gaan werken? Want dat is toch wat anders dan het in het verleden was. Nou hoe gaat u dat doen? Dit komt niet helemaal meer uit de lucht vallen. In die zin van dat er nu al een paar weken over gedacht wordt. Dus ik heb de gemeentesecretaris algemeen directeur hiervan ook wel op de hoogte gebracht. Dus die weet dit ook. En, Maar heeft hij al een idee van hoe die dat gaat aanpakken? Want die is gewend om alles in het college te brengen. En die is ook gewend dat 99% van wat hij in het college brengt, dat netjes door de raad ook besloten wordt. Hè? Nou, dat zou dus, als het goed gaat, nu totaal anders zijn. Het wordt dus anders, want je krijgt nu veel meer opdrachten op hoofdlijnen. En je moet eens even nadenken, hoe gaan we dat nou in een hapklare brok dan weer terug rapporteren van onze plannen. Dus, maar is de gemeentesecretaris, de algemeen directeur, daar al die van door domme? Die staat nu over aan het nadenken met het NT. Hoe die dat moet gaan doen. Ja, dus hij is op de hoogte van de stappen en zo die tot nu toe gezet zijn. Ja. Hij weet dat zeker. En ook bijvoorbeeld die procesbegeleider, die zal ongetwijfeld een beroep doen ook op ambtelijke capaciteit. Even meedenken, even meehelpen, informatie naar boven halen. Financiële dingen doorrekenen, dat soort zaken. Moet die ambtelijke dienst dan nog geschoold worden? Want ook in de informatievoorziening in de richting van de raad zal dat toch wel het een en ander betekenen. Nou, maar de raad op een andere manier dan in het verleden, want in de praktijk is het vaak zo dat de raadsleden, en dat zie je ook, daarom haken er ook vaak veel af, overbelast worden, hè, met allerlei informatie die eigenlijk niet echt goed geschikt is voor die raad. Als de raad zelf wat meer het heft in handen wil gaan nemen, moet ze ook op een andere manier geïnformeerd worden. Hoe gaat die ambtelijke dienst, en wat is uw rol daarin om dat voor elkaar te krijgen, hoe gaat die ambtelijke dienst daar straks mee aan de slag? Krijgen ze daar opleiding in? Of? Ja, of daar nou echt een opleiding voor nodig is, maar je zal wel goed even na moeten denken, ten eerste hoe dat uitvoeringsprogramma wat het college dan gaat maken, hoe dat eruit ziet. Ik heb daar zelf min of meer wel ervaring mee, ook in vorige gemeenten. Dus voor ons is het wel nieuw, maar het is niet zo dat dat nou totaal in Nederland helemaal nieuw is. Dus er zijn best voorbeelden bij anderen te halen. En wat ook is, kijk, wat je normaal gesproken een kadernota, waarin zeg maar, de plannen voor het volgend jaar alvast ergens in mei, juni voorlegt aan de raad, allemaal op hoofdlijnen.
ja, zo'n kadernota, dat heeft toch wel enige raakvlakken met wat eigenlijk nu zo meteen het uitvoeringsprogramma is. Dat is dan een kadernota voor de komende 4 jaar. Dus of het allemaal gelijk zo heel veel anders is, dat durf ik ook niet helemaal te zeggen. Het is meer de manier van... Nou, het is meer ontvangen en dan vervolgens uitwerken. En vroeger was het meer zenden, maar dan in de richting van de raad. Hè. Dus het eigenlijk wel de rol is anders. Wat anders. Maar of het werk daarmee gelijk heel veel anders is, je zit in een wat andere stand misschien, maar... Ja, met name voor het management, denk ik, in de organisatie. Ja, je moet natuurlijk op een andere manier nu mensen gaan nadenken van wat ze willen. En, Maar ook de informatiestromen, die gaan toch iets anders, denk ik. Nou ja, je zal dus ook helder moeten maken wat doe je dan met die doelen en hoe laat je ook zien dat je die doelen bereikt. Ja, als het college om concrete doelen wordt gevraagd om die ook in dat uitvoeringsprogramma te zetten, ja, zou je ook over de verslaglegging daarvan moeten nadenken. Maar goed, we zullen niet alles tegelijk in één keer goed doen. Ik ben al tevreden en trots op mijn gemeenteraad dat we hiermee aan de slag gaan. Oké, dat is in ieder geval een heel mooi positief einde voor deze uitzending. We moeten het afronden. We zitten door ons uur heen. We kunnen nog wel een uur verder praten. Dan zouden we nog meer informatie over die tafel krijgen. Maar dat gaat helaas niet. Maar we gaan in ieder geval verder met dit programma, Politiek Café. Ik moet hier nog even bij zeggen dat de uitzending op YouTube, dat die gevonden kan worden op Dinxperview. Dus in het YouTube-kanaal van de gemeente, of van Dinxper FM. Deze uitzending is in ieder geval ook mede mogelijk gemaakt, dat zou ik ook nog even vermelden, door Fortuna. Die heeft licht en de geluidsvoorziening in dit geval geregeld. Dus die mooie microfoons waar we nu doorheen praten, die komen van dat bedrijfje. Dat nog even als commercial erachteraan. Dank in ieder geval voor het luisteren en voor degenen die straks achteraf gaan kijken, ook dank voor in ieder geval uw belangstelling. En heel veel dank aan burgemeester Anton Stapelkamp, die bereidwillig was in ieder geval bij ons in deze studio te verschijnen en over zijn nieuwe rol hier in de gemeente Aalten te spreken. Dankjewel. Graag gedaan. Kom nog wel eens terug. Mooi, bedankt.